Kijk, Nick, voor jou is geen enkel probleem. Jij riedelt wat en je zingt gewoon altijd puur natuur. Maar ja, nou ja, we zien het wel. Het lijkt heel makkelijk. Laatste strohalm, laatste kans. Oranje heeft het zelf nog in de hand. De Duitsers eerst, dan Portugal. Met z'n allen langzaam klimmend uit het dal. Oh. Laat ze praten, laat ze schrijven, laat ze doen. Maar aan het einde kampioen. Dus voel het in je hart, denk aan 88. Eerst een valse start, daarna oppermachtig. Zo simpel ging het toen, een volley van Van Basten. En daarna kampioen. Maar ladingen kritiek, een laf opportunisme. Zet het nou maar om in positivisme. We winnen absoluut. Let op de Duitsers in de laatste minuut. En blijf er nou maar in geloven. Net als wij. En blijf er nou maar in geloven. Net als wij. En blijf er nou maar in geloven. Net als wij. Blijf er nou maar in geloven. Net als wij. Het is nog lang niet voorbij. Wauw. Stukken beter. Dankjewel. Ja. Goed, we houden jullie in de gaten. Het is echt ja, leuk. Is dit net het setje voor de... Vooral doorgaan. Okay. Ja. Dank je. Nou weet ik dat de Nederlandse elftalspelers iedere avond zitten te kijken via BVN. En ik weet dus dat ze aan de overkant zitten. En het zou zo kunnen zijn dat als ze nou even met hun licht knipperen... dat Nick en Simon nog even op de gang even komen spelen. Maar dan moet er wel geknipperd worden. Dus dit is een heel moeilijk moment. Knippert er iemand of knippert er niemand? Of staat daar werkelijk een doodstof? Ik denk dat ik maar dan... Ja, dit is inderdaad een nieuw programma voor met waar gaat het licht aan? En prima. Nee, de boodschap is duidelijk. Nee, dat vinden wij ook. We zijn het helemaal... Wij zijn ook blij dat we er vanaf zijn. Nick en Simon, ontzettend fijn dat jullie er waren. Ja, dat vond ik ook. Ging er nou nog... Er wordt geknipperd. Hey! We hebben een knipperaar. Nieuw format. Prima. Jullie hebben de snabbel aan de overkant zo. Gert-Jan en Jan, wij zien jullie terug. Tot morgen bij Studio Sportzomer. Het blijft toch in je hoofd zitten. Ja, zeker.